Dit is de nieuwe en slimme Bayliner 642. Nieuw, nou dat kun je zo zien. Je zou het zelfs kunnen ruiken. Ik vind nieuwe boten altijd heerlijk ruiken. En slim omdat je op iets meer dan 6 meter enorm veel handige gadgets hebt. Het is een cuddy en dat betekent een sportboot met een kajuitje onder het voordek. Het is een lichte, maar toch stevige boot. En dat lichte heeft zo zijn voordelen. Want deze boot kun je traileren achter een normale auto. Daar heb je geen 4x4 voor nodig. Nou, dan ligt al het Europese binnenwater aan je voeten. En daarom zie je die boot ook overal in Europa en vooral ook in Amerika rondvaren. Er zijn twee motoropties. Standaard, dat zit hier ook in, is een 135 pk Mercruiser motor. Als je dat niet genoeg vindt, kun je ook kiezen voor een 4,2 liter V6. En dan heb je 220 pk om even aan het water weg te geven. Maar hier, met die 135 pk, heb je power zat hoor. Je merkt het onderwaterschip is goed. Hij planeert makkelijk, snel. En je kunt er heel goed bochten mee draaien. Zo'n kuipstoeltje, dat geeft je heerlijk veel steun als je dit soort rare bochten maakt. En de top, die ligt op zo'n 42, 43 mijl. En dat betekent ruim 60 km per uur. Wat heel fijn is, is als je in de winter vaart, dat je enorm beschermd wordt door de windscherm. Ik heb helemaal geen last van de kou eigenlijk. Wat wel opvalt, is dat de motor een tikkie herrie maakt. Nou, het blijft een Amerikaan, hè? Die maken anders wel herrie. Maar wel veel power, hoor. Kijk maar. Wauw. Yeah. Ergonomisch is deze stuurstand perfect. Je kunt het stuur in hellingshoek verstellen. Een perfecte plek om met je voeten af te zetten. En die gashendel die zit op de meest logische plaats. Wat handig is dat je hier de kussens weg kunt halen, zodat mensen hier kunnen instappen. Want ik heb bijna nergens zo'n hekel aan als aan mensen die op je kussen stappen. Nou, dat kun je hier makkelijk weghalen. Dan nog zo'n slimmigheidje. Deze kun je rechtop zetten. Die kuipbanken die zijn lekker hoog, hoge rugleuningen, zodat je niet op de boot zit, maar echt lekker erin. Dat geeft een veilig gevoel. Wat ook heel handig is, is dat de deur naar het kajuitje tegelijkertijd de trap is. Nou, kun je ook bijvoorbeeld lekker op zitten, dat is heerlijk. En dit is ook iets dat zie je niet vaak op een sportboot. Het kajuitje biedt plek voor twee slaapplaatsen. En voldoende zichthoogte om er lekker te kunnen eten als het bijvoorbeeld buiten te koud is. En er is plek voor een klein chemisch toiletje. De Bayliner 642 is ruim 6,5 meter lang en bijna 2,5 meter breed. Hij is verkrijgbaar bij Holland Sport Boat Center. Als je nagaat dat deze boot 33.000 euro kost... en wat je er allemaal voor krijgt, kun je niet anders concluderen dan... heel veel waar voor je geld. Of, zoals de Amerikanen zeggen, lots of pleasure for the money. Alle boottesten kun je ook nog een keer terugkijken op onze website rtlvaart.nl.